Over enkele maanden hopen velen weer, als het recht ligt, in het hart stil te staan bij het wonderlijke feit, het wonderlijke heilsfeit, dat God de Vader zijn enige geboren Zoon naar deze aarde heeft gezonden om daar een verloren zondaarsgeslacht, verloren in zonden en in schulden, op te zoeken. Dat is nu bij zijn grondeloze barmhartigheid, waarmede hij ons lief heeft gehad. Daar wij van nature allen kinderen des torens zijn, en dat daar van nature die toren Gods op het zondaarsgeslacht ligt, op een ieder persoonlijk, maar dat hij in een drie-enig, eeuwig opperwezen, dat hij heeft omgezien naar degene die niet naar hem vraagde, naar degene die niet naar hem zocht. Hij is het die het zondige menselijke geslacht heeft opgezocht en in de raad des vredes een weg uitgedacht door zijn geliefde Zoon, in de welk hij al zijn welbehagen heeft, waarvan het profetische woord door de profeten monden hebben gesproken, hoort hem. En als het recht ligt, als God daar een weg heeft gebaand, daar de zondaar heeft opgeraapt, daarin is de grote liefde Gods. Daarin komt nu geen vezeltje van u, of van jou, of van mij in aanmerking. De profeten, als middel in Gods hand, als spreekbuis van God. Zij hebben die wonderbare heilsboodschap aangekondigd, voornamelijk vanuit het Oude Testament. Denk aan de welbekende profeten, de profeet Jesaja, Jesaja 9. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En degene die wonen in het land van de schaduwen des doods, voor dezelfde zal een licht schijnen. Maar denk ook aan de profeet Micha, Micha 5. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Daarin ook die wonderbaarlijke heilsboodschap, wijzende op de Christus der Schriften, die zal komen. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israëls, wiens dagen, wiens gangen zijn van ouds en van de dagen der eeuwigheid. Dat is van de ik zal zijn die ik zijn zal. Die in Exodus 3 heeft gesproken tot Mozes in die brandende braambos. Hij heeft gesproken op ontzaggelijke, majesteitelijke wijze. Ik ben de ik ben die ik ben. De ik zal zijn die ik zijn zal. Hij is het die een heerser zal zijn in Israël. Die daar regeert. Zoals de dagen van ouds. Zoals hij altijd zijn volk heeft geleid. Denk voornamelijk aan dat volk Israël. Het is niet alles Israël wat zich Israël noemden. Velen waren nog verhard.
die eigenwillige, ongelovige toestand. Velen willen nog door de werken der wet, door hun wetsijver, door hun kunde zalig worden. Dat zal niet gaan. De werken van het vlees, door de werken der wet, wordt geen vlees gerechtvaardigd. Het is nu alleen om de verdiensten van Christus wil. Om de Heer Jezus Christus willen. Dat volk in blinde, diepe duisternis. Maar het is van nature bij ons allen, want wij stammen allen af van onze stamvader Adam. En daarin zijn wij allen. Is dat ook al een smart voor uw ziel geworden? Bent u daar al ontdekt? Allen afgevallen, allen afgeweken, tezamen onnut, stinkende geworden, daar er alleen maar stinkende, dorre, doodse vruchten zijn. Die akker, die wordt bezien, het is een akker vol dorheid. Dood, waarvan de profeet Ezechiël heeft gezien, in dat gezicht al die dorre doodsbeenderen. Dat is nou uw, jouw en mijn bestaan. Of ik nu aangenaam vind of niet, daar ligt de mens in zijn zonden, zijn hoopje ellende. En er is geen vezeltje, want het is alleen dor. Het is alleen droog, het is mat, die brandende hitte. Waarvan de profeet Ezechiël heeft gezien dat er bij de mens niets in aanmerking komt. Nog geen vezeltje van ons bestaan, nog geen nagelschrapje. Nou, dat is mensonterend, zeggen ze dan. Ja, dat is mensonterend. Wij hebben God de rug en de nek toegekeerd met het voornemen nooit meer weder te keren. Maar God is in zijn eer gekrenkt en hij geeft zijn lof niet aan de gesneden beelden, nog aan hout of steen. De profeten monden als spreekbuis van de Allerhoogste. Zij hebben gesproken. Geprofeteerd, ze zijn luisterend oor geweest. En daar hun harten zijn opmerkende gemaakt. Om te getuigen van de komende Messias. Het vlees geworden woord dat gekomen is. In de nieuwe bedeling. Daar geboren. Door God de Vader. Daar vlees en bloed heeft aangenomen. Uit de maagd Maria. Maria, zij is niet onder toedoen van Jozef zwanger geworden. Nee, baarmoeder is vruchtbaar gemaakt door het werk van de Heilige Geest. En daarin zien wij het wonderlijke werk van een drie-enig, eenzijdig Godswerk. Hij is het, de El Shaddai. God is almachtig. Hij is de machtige Jacobs. Hij die nooit laat varen de werken zijner goddelijke handen. Gij Bethlehem Ephrata. Zijt gij klein om te wezen, gering bij de volkeren geacht. Maar uit u zal mij voortkomen en die een heerser zal zijn in Israël. Hij regeert immers. Dat heeft het oude bondsvolk Israël ook gezien. Ze hebben de geschriften der vaderen gelezen. Ze hebben het goddelijke getuigenis gehoord van hun vaderen. Ze hebben de wet, de Torah, de profeten, de geschriften zorgvuldig gelezen. Biddend opzien.
daarin ook de grote bemoeienis van die heilige Israël over zijn uitverkoren volk, al van eeuwigheid bekend, bemind, geliefd en in de tijd, in het uurtje van Gods minne, gewederbaard. En daar, dat bloed toegepast in hun harten. Ze hebben gezien, zonder dat bloed van die verlosser, zonder dat bloed van die middelaar, God zijn er mensen zonder dat bloed, dan moeten wij eeuwig vergaan. Maar in en door hem, door het ware Lam Gods, behouden. En er is genezing van onder zijn vleugelen. Daarin, vaak zien wij op de profeten die veelal geprofeteerd hebben over de Heer Jezus Christus, over die wonderbaarlijke helsboodschap, dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken hetgeen wat verloren was, maar ook een Micha en een Joël, zij hebben geprofeteerd over de Christus der schriften. En als we dan nu eens bezien in welke tijden we dan nu leven, de oordelen, ze gaan door. Moet u de profeet Zefanja er eens op nalezen. En daarin zien wij ook. Och, wat is het nou? Een uw, jouw, mijn bestaan. Enkel duisternis. Onderzoekt u zelf een nauw. Onderzoekt u zelf een zeer nauw. Gij die met geen lust bevangen wordt. De tijd is voorts kort. Daarin zien wij ook in de Gazastrook. Daar in dat gebied. Van Zefanja ook geprofiteerd heeft. Ja. Askelon. Ledig en woest. Gaza. Ledig en woest. Het zal uitgeroeid worden. Daarin ook de oordelen over land en over volk. Dat in een weg van recht en gerechtigheid, waarin het zwaard op het scherpst van de snede wordt gehanteerd. Daarin zien wij ook de zonden van land en volk, ze worden bestraft. Het kan geenszins ongestraft blijven. Maar toch, de Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met macht, met majesteit. Gij die de hemelen hebt tot zijn troon, deze aarde als een voetbank, zijn er goddelijke voeten. Hij doet al hetgeen hem behaagt, maar toch, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En degene die wonen in het land van de schaduw des doods, voor hen zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt vanwege eigen schuld. Maar daarin ook die beloften, zij zullen zich verblijd wezen voor uw aangezicht, gelijk men verblijd is in den oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Daarin ook die raad en die voorzienigheid Gods, dat loof en gras, zoals onze Heidelbergse catechismus ook ons verklaart, loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, en alles niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Maar ook in geestelijke zin. Hij zal zijn oogst binnenhalen. En zal dat dan niet bedoeld worden? Jazeker. En de Christus der schriften, de verlosser, de Goël. Is hij ook al uw verlosser?
uw goel, uw redder, uw borg geworden uit soevereine genade? Of leeft u nog in die stikdonkere, huilende, wilde duisternis? En waarin u, als God het niet verhoedt, moet omkomen. Waar het volk beangstigd is. Maar als de Heere intreden doet in uw hart, door woord en door geest, dan gaat hij u laten zien dat u gezondigd hebt en dat u niet meer kunt leven. Dat u niet kunt sterven zoals u geboren bent. Er is die wedergeboorte toe nodig. Waarlijk. Bij God vandaan. Daar dat zwaard des geestes door de verdeling des ziels en des merks ingaat. Alles afsnijdt wat van de mens is. Daarin, dat is ook in het huidige, als daar dat mes wordt gehanteerd door de chirurg, daar die kwaal wordt uitgenomen, dan is een mens hulpeloos, ontbloot. Dan moet hij het overgeven. Zo'n mens wordt onder narcose gebracht. Daar wordt de kwaal uitgenomen. Denk aan die gevreesde ziekte. Maar ook geestelijk. Zo afgesneden worden van deze wereld. Dan moeten we op alles de dood schrijven wat van deze wereld is. De wereld, u weet het, ons woord getuigt erover, de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. Maar wie de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid, omdat God die wil heeft omgebogen. Daar een volk, de diepte in de laagte, wat roepen en kermen heeft geleerd. Daarin, hij ziet wel neder op hen die verslagen zijn en die verbroken zijn vanwege de zondeschuld. En die het in deze wereld niet meer kunnen uithouden. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten u is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. De blijdschap deze wereld, het is ten diepste geen ware blijdschap. Maar gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mij de ere wil geven. Gij doet dat ik voortaan mag vrij openlijk gaan, met een hoofd opgeheven. Gij hebt in mijn ellende mijn stem tot mij gewend en gij hebt naar mij omgezien. En daar ze over deze aarde gaan, vanwege die zondenlast, ze hebben geklaagd in dit leven, daarin getroffen met een pijl van Gods goddelijke boog. Getroffen, niet om te doden, maar om te helen. Daarin hebben zij gezien het leven is in deze wereld en in mijzelf niet te vinden, maar alleen in u. Daarin gij hoort hen die in gevangenissen kwijnen. En hij ziet naar hen om. De machtige Jacobs. De heilige Israëls. Hij die niet woont in een huis met handen gemaakt. Eeuwiglijk in de hemelen. Daarin ook zien wij dat David
wilden een huis voor de Heere bouwen. Maar hoe kon dat nou? David, hij was de strijd geweest. Hij had veel bloed doen vergieten. En met handen des bloeds. Daarmee kon geen huis voor de Heere gebouwd worden. Maar zijn zoon Salomo, hij mocht een huis bouwen voor de Allerhoogste, een tempel. En daarin wilde hij te midden van het volk wezen. Daar hij sprak van boven het verzoendeksel, alles ziende, het ware Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En daarin de grote liefde Gods. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. De heerschappij is op zijn schouderen. Men noemt zijn naam. Wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Hoe kunnen we dat nu zien in onze tijd? Is het goud niet verdonkerd geworden? Roept zich alles niet op tot een oordeel? Waarin het oordeel over de zonde wordt gezien? Waar de wereld zich rijp maakt voor de oordelen Gods? Gans Israël zal zalig worden. De boze, de duivel, hij weet ook wel dat zijn tijd zeer kort is. En wij zien ook die aanslagen die daar zijn. Als je dat zo hoort en beziet, wie zou niet wenen? Och dat mijn hoofd water ware en mijn ogen een springader van tranen. De grondtaal staat eigenlijk een springbron van tranen. Om dag en nacht te bewenen, de breuken die daar ligt. Tussen de dochteren des volks. Daar land en volk. In die duisternis. Als God het niet verhoedt, zal verzinken. Maar er is nog hoop. Er is nog toekomst. Zolang er leven is, is er hoop. Jezus, Jezus, van mijn leven, daar in de grootste zielennood, daar wil Hij ons ter redder zijn. Hij heeft recht op ons leven, op uw, jouw, mijn bestaan. En Hij die wil wonen, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Hij die wil wonen onder de lofzangen Israëls. Geprezen. Erkend. Beleden. Wat een langmoedig, getrouw God hebben wij toch. Dat Hij ons nog niet heeft verstoten van deze aarde. Dat we deze aarde geschonken nog bebouwen en bewaren mogen. Werkelijk. Waar Hij vraagt van ons om gediend te worden. Waar we in harmonie moeten leven met elkaar. Elkaar tot een hand en een voet te zijn. Om elkaar niet tegen te staan. Maar zoveel mogelijk het goede voor de naaste te zoeken. Maar ook als iemand in een donkere weg, in een duistere weg inslaat om zo iemand terecht te wijzen. In liefde
daar te spreken zoals God in zijn woord spreekt. Te hem al nodig gekregen voor het persoonlijke leven. Want wij leven te midden in die dikke donkere duisternis. En nu moet er van Gods wegen een wonder gebeuren in ons leven. Die waarachtige wedergeboorte. Daar bekering, waar geloof in en door hem. Laten wij Jesaja 9 dan lezen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En degenen die wonen in het land van de schaduwen des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht. Gelijk men zich verblijdt in hun oogst, gelijk men verheugd is in wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok in hun schouders en de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen van de Midianieten. Toen de ganse strijd degene die streden met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en het verbrand werd tot een voedsel des vuurs. Dan komt die wonderschone belofte waarvan Jesaja heeft mogen profeteren. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouderen en men noemt zijn naam. Wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. De grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid. Van nu aan en tot in de eeuwigheid toe. De ijver des heerscharen zal zulks doen. De Heer heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. Dat ziet op de dauw des geestes. Het is gevallen zoals de dauw over het aardrijk valt. Het is soeverein, als hemelswegen, van Gods wegen. En al dit volk zal gewaarschuwd worden, Efraïm. En de inwoners van Samaria in hoogmoed en in grootsheid des harten zeggende, de tegelstenen zijn gevallen, maar met uitgehouwen stenen zullen zij wederom bouwen. De wilde vijgenbomen zijn afgehouwen, maar wij zullen ze in cederen veranderen. Want de Heere zal reziens tegenpastijders tegen hen verheffen. En hij zal zijn vijanden tezamen vermengen. Syriërs van voren en de Filistijnen van achteren. Dat zij Israël opeten met volle mond. Om dit alles keert zijn toren niet af. Maar zijn hand is nog uitgestrekt. Het is een wonder van Gods overmogen, dat hij nog onderhoudt. Want dit volk keert zich niet tot den die slaat. En de heerscharen zoeken zij niet. Daarom zal de Heere afhouden uit Israël de kop en de staart, de tak en de biezen op één dag. Dus het ware geestelijke volk Israël, dat zal overblijven. De oude en aanzienlijke, die is de kop. Maar de profeet die valselijk zweert, leert, die is de staart. Want de leiders deze volk zijn verleiders.
En die van verleid worden, worden ingeslokt. Daarom zal zich de Heere niet verblijden over hun jongelingen en hun wezen en hun weduwen. Zal hij zich niet ontfermen. Want zij zijn alle tezamen huichelaars, boosdoeners. En alle mond spreekt dwaasheid. Om dit alles keert zijn toren niet af. Maar, zegt hij nu voor de tweede maal, zijn hand is nog uitgestrekt, want de goddeloosheid brandt als vuur. Doornen en distelen zal hij verteren en zal aansteken. De verwarde struiken des wouds, die zich verheven hebben als de verheffing des rooks, vanwege de verbolgenheid des Heeren des Heerscharen, zal het land verduisterd worden en het volk zal zijn als een voedsel des vuurs. De een zal de ander niet verschonen. Zo hij ter rechterhand snijdt, zal hij toch hongeren. En zo hij ter linkerhand eet, zal hij toch niet verzadigd worden. En liegelijk zal het vlees zijns arms eten. Onze kanttekenaren zeggen hierbij, dat is zijns naasten, op de welke hij zich tevoren verlaten had. Manasse, Efraïm en Efraïm Manasse, zij zullen tezamen tegen Juda zijn, om dit alles keert zijn toren niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Dat lezen we nu voor de derde maal in Jesaja 9. Maar zijn hand is nog uitgestrekt. Daar hopen we ook straks, mocht het zijn met de hulp van boven, een ogenblik bij stil te staan. Willen wij ook dan aan de Heere vragen om zijn onmisbare zegen over deze Bijbellezing. De opening van onze harten door de Heilige Geest willen we gebed doen. Zo komen wij op deze zaterdagochtend voor uw heilig aangezicht in de weg van het gebed. In totale afhankelijkheid van u. Want aan uw zegen is immers alles gelegen. En doet het al ter ere van uw heilige naam. Omdat we moeten belijden dat wij ten diepste het volk zijn dat in die duisternis wandelen vanwege de zonde, vanwege de afmakingen, vanwege ongeloof, vanwege eigen wil, vanwege eigen zonden, vanwege eigen liefde. Maar nu vragen wij heel eerbiedig of u de grote liefde Gods door uw geliefde Zoon, door het werk van de Heilige Geest, de harten wil storten. Laat ook van die milde regen droppelen vallen op mij neer. Zoals die vroege, die spaderegen over het land, daar komt. Dat rijkelijk overdekt door uw zegen, door de dauw die daar in de ochtend valt, waarin door u gezaaide zaden zouden mogen ontkiemen en nederwaarts wortelen zou mogen schieten en opwaarts vruchten zou mogen dragen. Omdat het mocht zijn tot eer en tot glorie van uw naam. Uw naam die zo heilig is, zo groot en zo zoet. Ach, en toon toch de oprechte van gemoed, uw recht, waar ze op vertrouwen. Zo even hebben wij het gelezen. U zijt een God van recht en van gerechtigheid. De heerschappij der heerscharen zal zulks doen. U bent met uw volk. En u geeft uw volk de zegen. Maar nu bidden wij ook nog voor velen die
in die blinde duisternis wandelen. Nu bidden wij u voor Israël, dat het deksel van hun harten zou opgelicht worden, dat alles in rep en roer is daar, ook omtrent Israël, waar het vijandelijke aanslagen zijn geweest door Hamas. Het is niet met droge ogen aan te zien wat daar geschied is. Die terroristische daad van Hamas. En daarin het volk Israël. Ach, dat er maar veel knieënwerk zou mogen zijn voor u de levende God. Wilt u tact, liefde, wijsheid geven? Een volk moet zich kunnen verdedigen. Als het in het hart wordt geraakt. Maar Heere, uw woord, uw getuigenis. Ach, het leert ons voornamelijk die geestelijke strijd. Die afhankelijkheid. Daarin die hoop. Gegrond in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Daarin ook te zien op uw belofte voor Israël. Die helm, die hoop der zaligheid. Dat harnas, dat schild. Het gewaad uws woords ten strijde te mogen gaan. Te vertrouwen op u. U bent de God die leeft, die op deze aarde vonnis geeft. En wat vliet of bezwijkt, u bent de getrouwe, die ik zal zijn die ik zijn zal. En die voor Israël opstaat, voor al de zijn. Ach, toon dat gij een God zijt, van macht en van majesteit. Dat we moeten beleiden en alles verzondigd te hebben. En verbeurd. Dat er geen houden meer aan is. Van onze kant. We hebben immers bakken uitgehouden. Ja, gebroken, geslagene bakken. En alles. Het komt er zo doorheen. Het kan geen water meer houden. Schenkt u dat levende water. Dat heldere, frisse water. Was mij. Was ons door het water uw genade. Vergeef ons door uw bloed. Door uw genezing. Die er is van onder uw vleugelen. Uw arm is nog uitgestrekt. Uw rechterhand is verheven. Uw arm is uitgestrekt. Uw hand is uitgestrekt. Zoals we ook driemaal hebben gelezen. In Jesaja 9. U hebt een arm met majesteit. Uw rechterhand heeft groot vermogen. Zo dachten wij ook. Ach, in het begin. Van deze Bijbel overdenken, moeten we nu al verder gaan. Heeft het alles nog wel zin? Maar wilt u schenken dat uw woord voorspoediglijk zal zijn? En dat zal ook voorspoediglijk zijn, indien u uw zegen erover wil gebieden. Uw hand heeft groot vermogen, maar u gevoelen wij ook de onbekwaamheid. Van onze zijde. Sterk ons. En ieder persoonlijk. Heere, want als we alleen doen. Dan zal het niet gaan. En die vertrouwt op zijn benen. Die wil u geen hulp of gunst. Verlenen. Dan moeten we in elkaar storten. Dan is het zandgrond. Dan wordt alles weggespoeld. Wanneer de plasregens komen en de winden waaien, dan schenk ons die vaste steenrots. U het vaste fundament, de Heer Jezus Christus, daarin geleerd, de leer der apostelen,
waardoor u gesproken heeft door de profeten monden, en uw apostelen en uw discipelen heeft uitgezonden, eerst van achter die visnetten gehaald, gesteld in deze wereld om u te volgen, dat kruis vrolijk op te mogen nemen, achter u aan te gaan, de voetstappen van u, o dierbare heiland, te mogen drukken, door goed en door kwaad gerucht, u te volgen, zonder vragen, ja vader, wat u doet is goed, en zo bidden wij u ook ernstiglijk voor land en volk. O Heere, geef nog een wederkeer, vader, opdat er nog een roepen en kermen geboren wordt vanuit de diepte van de verlorenheid, vanuit de diepten der ellende, roepen wij met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart, wil naar mijn smeekstem horen. Merk op mijn jammerklacht. Verleen mij de gunstige oren, daar ik in mijn druk verspacht, dat er nog een hopen zou zijn voor Israël, verwachtende op u, de heilige Israëls, die verlossing wil schenken. En dat alles door uw raad en door uw voorzienigheid heen. Ach, en dan zijn bergen vlak en de zeeën droog, omdat u een pad heeft gebaand, dat pad heeft u gebaand, al van oude tijden, voor uw volk oneindig groot en goed, daar u een pad heeft gebaand, waar er van zwerse wegen geen pad was. En nu heeft u dat keer op keer willen doen, keer op keer, door het geloof op u te zien. Dat is genade. En laat dan uw genade met dat troost verrijken. En laat uw werk aan uw knechten blijken, uw heerlijkheid, en niet van uw kinderen wijken, uw liefde en macht. En behoed ons voor bezwijken, en sterk onze hand. Zegen onze vlijt, bekroon uw werk. Ja, nu af aan en hele alle eeuwigheid, dat de vrucht daarvan zal mogen ruisen als de Libanon, dat er nog smaak in zou mogen zijn. Ach, Heere, het zout is zo smakeloos geworden. Ach, maar wilt u het nog eens verversen? Het wederom schenken, dat er nog als een lichtend licht en een zoutend zout zouden mogen zijn, door uw raad, door uw voorzienigheid, dat de vrucht zou mogen ruisen als de Libanon. Nu ziet ook om naar dat geringe zaad, dat mosterdzaai, het zal worden als van de welige kruiden, het zal worden één grote schare die niemand tellen kan, één kudde en één herder, u bent die zorgt. Zo hebben wij u veel te vragen. Hebben wij niets verdiend en dan moeten wij ons hoofd diep buigen vanwege alle oproer van binnen en buiten. Schenkt u uw zegen. Aan uw zegen is alles gelegen. Voor elk die in duisternis dwaalt, dat u zon en helder licht zou doen opgaan in uw geliefde Zoon, Heere Jezus Christus, in welke gij al uw welbehagen hebt gesteld in deze wereld. U die gekomen bent om te zoeken, zalig te maken hetgeen dat verloren was. En zo bidden wij u, zo smeken wij u, om uw genade in de weg neem u onze zonde schuld. Heer Jezus Christus wil. Amen. De profeten van de oude dag. Ze hebben geprofeteerd. En op elke bladzijde van Gods woord, daarin kunnen wij lezen. En ik hoop ook bemerken, dat door het licht van de Heilige Geest, dat de Christus der Schriften de wil zijns vaders zal volvoeren. En hij zal een volk hebben dat zijn naam zal loven en prijzen. En hij heeft een zeer gewillig volk
De dag zijn der heerkracht. Het volk. Ze kanttekenaren lezen hierbij. Te weten het volk Gods. Zo in Juda als in Israël. Het volk. Daar is hij bij het Joodse volk. Het uitverkoren volk. Zo in Juda als in Israël, zo zeggen onze kanttekenaren, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Het is niet onzeker. Als u Gods woord leest, doet dat maar. Smeek maar om het licht van boven. Als u dat leest, dan staat erin altijd de zekerheid. Het is geen misschientje. Het is zeker. Het is vast. Het is oprecht. Al wat uit zijn mond is uitgegaan. Het is vast en blijft onverbroken. Zal een groot licht zien. Dat licht dat ontstoken is. Daar in Bethlehem. Het licht. Waarvan de herderen, eenvoudige herderen. Er hebben gezien daar, zij waakten over de kudde. Het waren geen huurlingen, anders had dat er wel bij gestaan. Hè? Nee, het waren eenvoudige herders. Daar werd van hemels wegen, van Gods wegen, een licht ontstoken. Het zal een groot licht zien. Het licht der wereld, de Heer Jezus Christus. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods. Zijn kanttekenaren zeggen, daarbij dat is het land waar verschrikkelijke duisternis is. Vanwege de zonde, vanwege de grote ellende. Daarin ook, zie Job 3, vers 5. In die huilende wildernis, die schaduwen des doods. Over dezelfde zal een licht schijnen. Niet zomaar een licht. Onze kanttekenaren zeggen hierbij, dat is vreugde, blijdschap. Vanwege de zaligmakende kennis Gods. En haar oorsprong noemen we uit de predikatie van het heilige evangelie. En daarin verkondigd aangaande het volk der Joden. De Israëlieten, gij, allee, gij zijt verwinnaar in de strijd. En gij geeft uw volk de zegen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Dat hebben we gezien nadat de oude Jozef is gestorven. Daarin is het volk Israël niet ondergegaan. Jozef was opgenomen in eeuwige heerlijkheid. Maar daarin is dat volk juist vermenigvuldigd, groot gemaakt, vermenigvuldigd. Maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zullen we daarin zien? Het volk verdrukt, in ballingschap gebracht. Verschillende malen, eerst in Egypte en naar Babel gevoerd, in latere tijden. Het volk droogvoets doorgeleid door de Rode Zee op de Schelfzee. 40 jaar in die bloedhitte van de woestijn moeten ronddoen. Ze verlangden weer naar de vleespotten uit Egypte en ze spraken, waren wij maar niet in Egypte gestorven. Velen verlangden naar de dood, naar de ondergang. Want hier in die huilende wildernis is het niet meer uit te houden. Maar heel snel heeft Mozes opdracht gekregen van de Heere dat er manna zou regenen uit de hemel. En bij de avond vlees kwakkelen van de hemel, gevogelte. Daarin
Zij zullen nochtans blijde wezen voor hun aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst en gelijk men zich verheugt wanneer men de buit uitdeelt. Zo mochten mannen rapen, maar op de rustdag, de Shabbat, mochten ze geen manna rapen. Dan moesten ze een dag van tevoren een dubbele portie moesten ze rapen. En dan hadden ze van zere wegen. Hadden ze dubbel op de Shabbat. En daarin zien wij ook de rijkelijke zegen. De goedheid die eeuwig hem bewoog. Daarin ook waar ze bij Mara kwamen. Dat water, Mara zegt het al, dat betekent bitterheid. Zoals ook die vrouw heeft gesproken. Noem mij maar Mara. De Heer heeft mij bitterheid aangedaan. Waar? Vanwege de zonde. Mara bitter is geworden. Daarin, dat water was niet om te drinken. Maar Mozes mocht een hout nemen. Daarin dat water gooien. Daarin werd dat water weer kristalhelder om te drinken. Blij te zijn voor zijn aangezicht. Dat hij water uit de rotssteen heeft geschonken. Die oogst vermenigvuldigd. Daarin was men verblijd als men de buit uitdeelt. Maar voornamelijk in geestelijke zin. Hij is het die zijn zoon, zijn geliefde zoon. God de Vader heeft zijn geliefde zoon weggeschonken. Ware brood des levens. Het brood dat gebakken is. Dat brood des levens. De hitte van Gods gramschap over de zonde. Maar de Heer Jezus Christus, hij heeft de hitte van de gramschap over de zonde geblust. Zo heeft hij zich laten verbrijzelen, laten verteren. Zijn bloed gestort tot een rantsoen voor velen. Het bloed des Nieuwe Testaments. Hij heeft dat juk gedragen. Dat juk van hun last en de stok hun schouderen. En de staf desgene die hen dreef. Het gij verbroken. Gelijk ten dagen van de Midianieten. Zoals hij altijd dat volk heeft geleid. In dure tijd en hongersnood. Zo heeft hij zich opgeofferd. Voor hun zonde, voor hun schuld. Opdat er een volk zou zijn. Dat hem zou beleiden. Ja waarlijk. Gij zijt de Christus. Zo des levende Gods. Hij heeft die ganse strijd gestreden. Hij heeft over het bord. Waar het veel bloed gevloeid. Daar ook in het Oude Testament. Veel bloed van de Israëlieten is gevloeid. Maar ook veel bloed vanwege de offeren. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Schuldbesef getroffen en verslagen. Maar velen ook omgekomen. Om ongeloof, onwil. Opstand. Vijandschap. Als men niet wilde luisteren. De stem van hem. Maar daarin ook gerechtigheid. Verhoogt een volk. Gerechtigheid. Ziet neer van 's hemels boog. Want een kind is ons geboren. Die wonderlijk schone belofte. Die vervuld is, dat vlees geworden wordt. Want een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven.
De heerschappij is op zijn schouders. Men noemt zijn naam, die wonderlijke vijf naam. Wonderlijk, raad, sterke God, Vader de eeuwigheid, vredevorst. De vredevorst. Hij die alle macht heeft. De hemel op deze aarde die de wil zijn vaders heeft vervoerd. Hij heeft die strijd alleen doorworsteld. Hij heeft zich heel klein willen maken. Gering. Vlees en bloed aangenomen. Met de maagd Maria. Maria die zonder toedoen van Jozef bevrucht is geraakt. Heel eenvoudig, maar recht gezegd bevrucht. Door de Heilige Geest. En daarin geboren. Die volle raad destijds. De grootheid. Deze heerschappij des vredes. Zou geen einde zijn op de troon van David. En zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen. Dat te sterken. Met gericht. Daarin zien wij ook. God is een verterend vuur. Een eeuwige gloed. Bij wie niemand komen kan. En daarin. Hij straft de zonde. Er staat met gericht. Staat in Gods woord. God is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans. Heelal geen perk. Het is een wonder. Dat hij ons de adem nog heeft geschonken. De adem toch. Maar het is nog een dubbel groot wonder. De ademtocht van de Heilige Geest. Daar komt. Daar die bede. Kom aan, ga noordenwind. En ontwaak, ga je zuidenwind. Doorwaai mijn hof, dat uw specerijen uitvloeien. Daarin die geestelijke betrekking. Hij is gekomen. De Zoon des Mensen is gekomen. Zoeken en om zalig te maken hetgeen dat verloren was. Daar nog bij stil te staan. Hij is gekomen om verloren zondaars geslacht op te rapen. Vanuit die stikdonkere duisternis. Volk dat in duisternis wandelt. Daarin ook in betrekking dat Joodse volk, de Israëliet, volk. Duisternis wandelt, zal een groot licht zijn. Dan is die ontwaking van die noordenwind toen nodig. Die doorgaans barre noordenwind, die alles afsnijdt waarvan de mens is. En dat geeft een vreedzame vrucht. Maar achteraf moeten ze zeggen, ik dank u dat er van mij niks bij komt. Ik dank u dat u alles heeft omvergewaaid. Ben ondersteboven gehangen. Ben alles kwijtgeraakt. Ben helemaal uitgezeefd. Er is niks meer van mij bij. Maar dan ook. Die zwoele zuidenwind is een warme, liefelijke, vochtige, heerlijke wind. Daarin de grote onderhouding Gods, waar zijn specerijen uitvloeien. En die kalmes en die kaneel, die nardes en die safraan, die cyprus, die heerlijke, geurende specerijen. Die mirren, die aloe, er zijn zoveel heerlijk, die wieren ook. Daar in die hof. Ja, hoe is het in uw geestelijke leven? Nou, het ziet er bar bij, zegt u misschien. Het is enkel stenen, enkel puin. Ach, maar bid dan maar veel. Die noordenwind, de Heilige Geest. Maar ook op zijn tijd die zwoele zuidenwind. Die niet andersom. Maar sommigen leren dat andersom. Hè? Dan zeggen ze, je moet Jezus aannemen. Je moet in het geloof staan. Dat is allemaal waar. Maar ontdekt te worden naar zonden en schuld. Zie mij aan. Met een goede hart. Heb toch medelijden met mij. Begin toch niet gelijk. Nee, het volk dat in duisternis wandelt. Ze wonen in die schaduwen des doods. Het
Het is enkel dood bij u, bij jou en bij mij. Maar de heilige Israëls heeft door zijn geliefde zoon daar zichzelf een weg geschonken. Drie-ene God. U zei al de eer, de grootheid, deze heerschappij en des vredes zal geen einde hebben. De troon van David. Strijd al vooraf gegaan. Als u 1 Samuel leest. Ik kan niet geloven dat u 1 Samuel met droge ogen kunt lezen. Zoveel bloed gevloeid. Maar in de onmogelijkheid heen, daar heeft de Heere wonderlijke zegen willen schenken. De kleine Samuel geboren uit onvruchtbare ouders. Dat is het gewonde van ons overmoed. Hanna, Elkana. Hanna moest bemerken haar onvruchtbaarheid. De baarmoeder was toegesloten. Peninna benijde haar. Het alles de verdrukking heen. De verdrukking leidzaamheid voortbrengt. Dat is niet altijd zo. Maar in geestelijke zin is het wel zo. Wat u doet is goed. Gebeden, gesmeekt, dat die baarmoeder geopend zou worden. Daarin zou het wel moeten zijn dat we in geestelijke zin, door die geestelijke baarmoeder, gewederbaard zullen worden. Het is toch een geestesgodswerk. Het is toch een werk, een drie-enig, eenzijdig godswerk. Waarin die rommelende ingewanden van Gods eeuwige goedheid, recht en trouw, recht en genade, doet voortspruiten. Zal er spruiten voortkomen. De Heere, onze rechtvaardigheid. Onze gerechtigheid. Jeremia 33, vers 16. Daarin ook die onderwijzing. Hij zal onderwijzen. Zacht gemoed. In het evenrecht des Heren. Die hem nederig valt te voet. Die zal van hem zijn wegen leren. De grootheid. Deze heerschappij en des vredes. Zal geen einde zijn. De troon Davids. En zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen. En dat te sterken, met gericht. En daar hebben we een ogenblik bij stilstaan, hè? Bij dat gericht. God is recht in al zijn werk en werk. Hij kan de zonde niet ongestraft laten. Maar hij heeft toornlast over de zonde. Die zonde op zijn zoon geladen. Die zonde van al zijn volk. In de tijd gewederbaard, met gericht, met gerechtigheid, van nu af aan tot in de eeuwigheid toe. De ijver, dat is nou de grote liefde Gods, de ijver, in recht van recht gerechtigheid, des Heren, allemaal kapitale letters, er is schade zal ze het doen, hij is het, de ik zal zijn die ik zijn zal, de ik ben, die tot Mozes in die brandende bramos heeft gesproken, waar hij de schoenzolen van zijn voeten moest afdoen. De schoenen van uw voeten. Want de grond waarop gij staat is heilig. Mozes, u weet het, hij was verwonderd. Hij was verwonderd. Die braambos, die stond in brand, maar die verteerde niet. En de engel des Heren sprak tot hem. En daarin heeft God over gesproken. Dat hij de heilige is. De Heere heeft een woord gezonden in Jacob.
En het is gevallen in Israël. Onze kanttekenaren zeggen hierbij dat is het zal geschieden. Het zal vervuld worden. Het is gevallen. Zoals die vroege die spade regen daar valt. En die milde regen. Daarin het is gevallen in Israël. Daarin zien wij ook die zaden van vermenigvuldiging. Die zaden van heerlijkheid. Die zaden van bekering en geloof. Geloofbekering. Ach, het is er. Of het is er niet. Zo eenvoudig is het. Het is van twee en één. Of we zijn dood. Of we zijn levend. Het volk is gewaarschuwd. Efraïm en de inwoners van Samaria. In hoogmoed en in grootsheid des harten. En dat Samaria, die goddeloosheid, dat Babel, dat leeft van nature in uw, jou en in mijn hart. Die boze zaden, dat onkruid, dat woont van nature in jou, mijn hart. En er moet alles in puin. Er moet alles van zijn plaats af. Want er rijdt God door de vlakke velden. Alles moet vallen. De tichelstenen zijn gevallen met uitgehouwen stenen. We zijn wederom bouwen. Daarin. De Heere zal zijn wederpartij dus straffen. Hij zal zijn vijanden tezamen vermengen. We zien ook in Israël. Israël woont ook met andere volkeren. Is vermengd. De Heer heeft recht op uw, jou, mijn leven. Hem oprechtelijk te dienen. Voor zijn weldaden hem te erkennen. God is bekend bij Juda's stam. Psalm 67. Psalm 76, waar hij zijn grote zetel nam. Hij is bekend in Israël. Psalm doet hij op zijn bevel. Hij beveelt. Hij doet wat recht is in zijn ogen. En daarin die volkeren die vermengd zijn. De Heere zal de vijanden verslaan. Syriërs van voren, de Filistijnen van achteren, die het gemunt hebben, Israël. De kop en de staart, zo merk, de tak en de biezen. Zal afgehouden worden. Het wordt beproefd. Hij komt. Om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Al het volk dat wrevelijk heil moest zwichten. Het wordt in rechtvaardigheid. Rechtmatigheid. Geleid. Daar zien we ook. Gods arm is niet verkort. Maar hij heeft zijn arm uitgestrekt. Hij heeft zijn hand nog uitgestrekt. Met ontfermingen, met bewogenheid. Staat tot driemaal toe in Jesaja 9 dat hij zijn hand nog heeft uitgestrekt. De boosdoenders, de kwaadsprekers, ze zullen uitgeroeid worden. Het zal verteerd worden, verbrand als vuur. Als doorn en distelen zal hij ze verteren, zal ze aansteken. De verwarde struiken des wouds, die
zien we daar die hoge bomen des wouds. Het lijkt zo hoog, het lijkt zo verheven. Maar als we nog nooit onder die geestelijke appelboom zijn gebracht, als we nog nooit van zijn vrucht hebben mogen nemen, het genade, nog nooit hebben geproefd en gesmaakt dat de Heere goed is, dan kunnen we bomen des wouds wezen die zo groot wordt, maar zal afgehouden worden. Het zal niet zijn dat het zal blijven. Maar in de diepte geworteld te worden, dat is zo noodzakelijk. Als we zien verschillende delen van ons wereld rond, als we eens kijken, bijvoorbeeld in Australië, daarin kunnen we zien hele grote bomen. Die bomen kunnen er jarenlang staan. Maar heb je ook wel eens zo'n boom zien vallen? Dat gaat met gedruis, zodat de aarde beeft. En ieder die daarna ziet, die ziet het. Dat geschiet niet in een hoek. Die grote boom des wouds, ze nedervalt. Dan is er ineens heel veel licht van boven. Dan is daar een hele grote open plek. En daarin zien wij ook het licht der lichten overheerst. Het licht, geestelijke betrekking der wereld. Het licht, Heer Jezus Christus. Hij regeert. En alles wat verduisterd was, dat wordt verlicht. Omdat de mens die in de hoogte leeft, moet vallen. Omdat Christus verschijnt daarin. Hij is een God van macht en majesteit. En die door zijn rechterhand grote daden doet. Hij die geen gemeenschap kan hebben met de zonde. Hij die de zonden moet straffen. Maar van al zijn volk oneindig groot en goed, heeft hij de zonde van zijn ganse bruidsgemeente zijn zoon gelaten. Hij heeft die zonden weggedragen, verdragen. Hij heeft zijn bloed gestort tot een rantsoen voor velen. Dat het ieder die in hem gelooft niet verderft, maar het eeuwige leven zal hebben. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Hij die spreekt, en het is er. Hij die gebiedt en het staat er. Hij die spreekt, als de dagen van ouds. Hij regeert. Dat daar uit die afgehouwen tronk, die afgehouwen stam van Isaïe, uit vaders Isaïe's huis, daarin ziende op David, daarin uit die lendenen van David, die meerdere Davids zoon, Heer Jezus Christus, uit die afgehouwen tronk van Isaïe, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Die vrucht van een Salomo heeft ook, is er een hand vol koren op de hoogte der bergen. Ziet u het daar? Op die hoogte der bergen, op die Libanon, te Israël.
uitgestrooid. Handvol koren. Van boven naar beneden. Uitgestrooid. Door die grote zaaier. Die zaaier. De Heer Jezus Christus. Zaaier. Ging uit om te zaaien. Handvol koren op de hoogte bergen te Libanon. De vrucht daarvan zou ruisen als de Libanon. Dan moet u misschien zeggen, ik ben zoals zo'n gering mosterdzaadje. Maar wel geplant. Geworteld. Opwaarts vruchten te dragen. Niet door mij. Niet door kracht, niet door geweld. Door zijn geest zal het geschieden. Door zijn geest, door zijn woord. De Heer Jezus Christus, die oprechtelijk heeft kunnen spreken tot zijn Vader. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ik draag in heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Hij, de wetsvolbrenger, de Heer Jezus Christus. Wij die die wet nooit kunnen volbrengen. Hij heeft die wet vervuld. Hij heeft ze alle te samengevat. Gij zult de Heer uw God lief hebben, boven alles. En uw naaste als uzelf. En gelijk uzelf. Uw vijanden lief te hebben. En daarin bewogen te zijn. Met hun zielen op weg naar reis. Naar de eeuwigheid. Naar die nooit eindigende eeuwigheid. Hier in het heden der genade. In wel aangename tijd is het nog de dag der zaligheid. Is er nog hoop? Ja. Is er nog verlossing te verwachten? Ja. Hoop op den Heere, gij vroom. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zich groot. Hij maakt op hun gebeden. Gans Israël is vrij. Ja, van ongerechtigheden. Zo doe hij ook. Persoonlijk. Aan mij. Het is genade. Soevereine, loutere genade. Ze komen aan het einde van deze Bijbellezing. Heer, wilt u zondigen vergeven, genadiglijk. Uw zegen bekronen met uw zegen om uw naam te zeggen. De Heer Jezus Christus wil. Amen.